Bij oefeningen kinematica van een punt moeten we heel dikwijls posities, snelheden en versnellingen gaan bepalen. Positie, een Rx- en Ry-coördinaat. Snelheid, afgeleide van de positie naar de tijd. Versnelling, afgeleide van de snelheid naar de tijd. Dus wat hebben we nodig? We hebben de positie nodig als functie van de tijd. Heel dikwijls gaan we dat eigenlijk via een andere parameter rondgaan. Dus zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je de Y-coord Rx en Ry gegeven hebt als functie van Rx. Je kent bijvoorbeeld de baan, je weet Ry volgt, is gegeven door de sinus van Rx, gewoon omdat je weet van een deeltje volgt een bepaalde baan. En dan ken je bijvoorbeeld Rx als functie van de tijd. Een ander voorbeeld is waarbij je van de tijd vertrekt en weet hoe een hoek verandert als functie van de tijd. En eens je een hoek kent, Rx en Ry kunt gaan bepalen. Als we dan afgeleide moeten berekenen naar de tijd, zullen we kettingregel moeten gebruiken. Dus dat is Rx afleiden naar Rx, Rx naar t, Ry naar Rx, Rx naar t. Hier ook Rx naar theta, theta naar t. Wat zal er belangrijk bij zijn? Dat is als we bij dit voorbeeld hier gaan werken, als daar Rx afleiden naar theta, d theta dt in voorkomt, deze afgeleide zal de hoeksnelheid zijn. Bij tweede afgeleide berekenen zal er ook een tweede afgeleide van theta naar de tijd inkomen. En dit zal een hoekversnelling zijn. Dus wanneer komen hoeksnelheid en hoekversnelling erin? Eigenlijk bij het toepassen van de kettingregel. Laat ons het eerste voorbeeld verder uitwerken. Dus stel dat Ry gegeven is door dit verband, dat er dus een verband is tussen Ry en Rx, dus dat ons deeltje een pad volgt, volgens een sinus. En stel dat we Rx ook kennen, dat het ax t kwadraat over 2 is, dat dat gegeven is. Laat ons nu de snelheid gaan berekenen. Vx is de afgeleide van Rx naar de tijd. Hoe Rx afhangt van de tijd, dat zien we hier. Dus dat is 2 keer gedeeld door 2, dat wordt 1, keer ax t. Als we Vy willen gaan berekenen, wat krijgen we dan? Dat is de afgeleide van Vx, van Vy naar de tijd. Van Ry naar de tijd. Maar Ry hangt af van Rx en Rx van de tijd. Dus wat moeten we doen? Kettingregel. Dat is Ry afgeleide naar Rx, maal Rx afgeleid naar de tijd. Wat Rx afgeleid is naar de tijd, dat vinden we hier. Dit is ax keer t. Wat Ry afgeleid is naar Rx, dat is deze functie. Ry is de sinus van Rx, het afgeleide van de sinus. Dat is de veranderlijke, de Rx. Dus dat is cosinus Rx. Dus als we op een bepaalde positie zitten, op een bepaald tijdstip, door de juiste Rx te kiezen en het juiste tijdstip, kunnen we gaan kijken, gaan berekenen wat de y-component is van de snelheid. Goed, laten we nu ook de versnelling gaan berekenen. Ax is afgeleide hiervan. Dat is gewoon ax. Dat was dus al goed gekozen dat dat hier ax t kwadraat over 2 is. Dat is eigenlijk de formule voor een deeltje dat beweegt met constante versnelling volgens de x-component. Ay is afgeleide van de y-component van de snelheid naar de tijd. Als we gaan kijken, hier Rx, die hangt af van de tijd, dus dit is de cosinus van een functie die afhangt van de tijd. Dit hangt af van de tijd, dus je mag niet zomaar hier een getal invullen en zeggen de afgeleide is dan 0. Nee, dat is een functie die verandert, dus hier mag jij nog niks gaan invullen. Dit moet je afleiden naar de tijd en niet naar Rx, maar we kunnen terug kettingregel toe aanpassen. Dus wat zeggen we? De afgeleide van cosinus Rx naar Rx maal de afgeleide van Rx naar de tijd. Dus dat is kettingregel om dit stuk af te gaan leiden naar de tijd. Dat is een product van twee functies. Dat is afgeleide van de eerste maal de tweede. Plus de eerste. Maal afgeleide van de tweede. Afgeleide van de tweede maal Ax.
De cosinus van Rx afleiden naar Rx geeft mij de sinus. Rx afleiden naar de tijd staat hier, dat is de x-component van de snelheid Axt. Er stond al een Axt, dus dit komt in het kwadraat. Plus cosinus Rx Ax. Dus zoals je ziet is kunnen werken met de kettingregel heel belangrijk. Heel dikwijls komt er hier dus een parameter staan en gaan we om die afgeleide snelheid versnelling te gaan berekenen, de kettingregel toepassen om deze te kunnen berekenen.